Namaste, welkom op de online yogaklas. We gaan vandaag de energie van de lente gaan we gebruiken om de yogaoefeningen wat extra kracht en vuur te geven. De natuur is volop in ontwikkeling op het moment en het is ook tijd om te veranderen, om nieuwe kansen te pakken. En veranderingen zijn soms ook best wel een beetje spannend, want wanneer verander je? En vaak is het een begin, een gevoel hè, vanuit je hart als het ware, dat je denkt van, oh ja, ik wil iets anders. Maar wanneer ga je dan ook stappen zetten? Nou, je kan natuurlijk, als je dat gevoel hebt, sommige mensen doen dat dan, die zetten gelijk een baan op of die... doen een partner weg, zeg maar. Je kan natuurlijk heel radicale stappen nemen, maar ik geloof er zelf altijd in dat dit soort processen, dit soort gevoelens wat je hebt, dat je dat gewoon wat tijd moet geven, zodat het zich kan ontwikkelen. En dan is het alsof van binnenuit ineens de richtingaanwijzer de goede kant op gaat. En dan weet je gewoon dat je een besluit moet nemen en dat je de juiste verandering ook aan kan gaan. Dus we gaan met het thema verandering, groei en ontwikkeling aan de slag. Ik wil je dus vragen om op je mat te gaan zitten. Ik ga het ook doen. We zeggen, ga eerst maar eens even heel rustig met je aandacht naar binnen toe. En word je heel bewust van je hele lichaam op dit moment. En voel dat je lichaam ook onderdeel uitmaakt van de energie die er op dit moment in de lente is. Misschien merk je ook dat je minder moe bent. Ja, sommige mensen krijgen ook wat voorjaarsmoeheid. Ook dat kan. Want het is ook een tijd om te detoxen. En de nieren en de longen nemen een belangrijke plaats in deze tijd van het jaar. Dus daar gaan we ook wat extra aandacht aan besteden. Nou, sluit maar rustig je ogen. Breng je pols op je knieën. Maak een mudra, topje van je duim tegen het topje van je wijsvingers, overige vingers strekken. Je rug mooi recht maken. En laat heel rustig de aandacht zakken vanuit je hoofd naar je hart toe. Vanuit je hart naar de mat toe. Word je bewust van de kilo's die nu op de grond rusten. En adem eens een keer heel diep in. Helemaal naar de bekkenbodem toe. Duw als het ware met je adem de zitbeenderen de aarde in. En uitademend met een diepe zucht loslaten. En laat als het ware ook alles van je schouders afglijden. Doe dat nog een paar keer. Heel diep inademen. Helemaal naar de zitbeenderen toe. En uitademend dat wat je misschien nog bezighoudt. Die gedachten die steeds weer wegdrijven, laat ze van je afglijden. Er is alleen maar dit moment. Je kunt nu nergens anders zijn dan dat je gewoon hier zit op de mat. Dus blijf met je aandacht erbij. Ga je ademhaling volgen. Adem heel bewust in. En adem dan het woord sat in. En wanneer je uitademt, adem je het woord nam uit. Dus de mantra, sat, nam. Sat, nam. Doe het heel ontspannen, gewoon door je neus in- en uitademen. Sat, in, nam, uit. Reciteer deze mantra in je hoofd. Die betekent, waarheid is mijn identiteit. Je mag wat dieper inademen, door je neus naar je buik toe en ook wat dieper uitademen. Sat Nam, waarheid is mijn identiteit. Na een uitademing plaats je je handen voor je hartgebied en wil ik je vragen om met je aandacht naar je hart toe te gaan. En het gaat over verandering deze les.
is er misschien iets in jou wat neigt naar een verandering. Dat kan op alle gebieden zijn. Je hoeft er niets mee te doen en als er niets is, is het oké, maar kijk maar even, wat is er wat in jou wil groeien, wil veranderen? Adem daar rustig naartoe en zet je intentie erop dat dit gebied zich goed ontwikkelt. En klink het met één keer de om. Adem heel diep in. En mooi, dan mag je handen op je knieën leggen. En dan gaan we eerst de longen eens goed reinigen. De meridiaan van de longen is extra actief in deze tijd van het jaar. Schoonmaken van deze organen. En we doen dat door de neus heel diep in één keer in te ademen. Dus op deze manier. Helemaal naar je buik toe je te vullen. En dan in ademstootjes alle adem uit je lichaam als het ware weg te blazen. Totdat je helemaal leeg bent. Dus het gaat op deze manier. Adem in. Doe maar mee, dus adem diep in en ademstootjes in jouw tempo. De een heeft 3 ademstootjes, de ander heeft er 5, de ander heeft er 6. Maar je ademt je helemaal leeg. Dat voel je ook helemaal dat je buikspieren intrekken. En als je helemaal leeg bent, dan adem je weer heel diep in. En dan blaas je weer door je mond in ademstootjes uit. Ga er even mee door. Ga rustig nog een paar keer door en let ook op dat je schouders gewoon helemaal lekker ontspannen zijn. Dus het is echt alleen vanuit je ademhaling. Je reinigt de longen. En na een uitademing laat de adem weer helemaal vanzelf gaan. Voel rustig even na. Voel je ademhaling in je lichaam. Voel de ontspanning. Je longen die weer schoon en gereinigd zijn. Als de vleugels van je hart. En dan gaan we rustig als het ware op de kameel rijden. De camel ride doen. Dus je mag blijven zitten in kleermakerszit. Leg je handen ontspannen op je knieën. En rustig op een inademing. Kantel je bekken naar voren. Hel wat naar voren. En uitademend. Kantel helemaal naar achter. Dus in. En uit. In. En uit. Inademen door je neus. En uitademend door je mond uitademen. Inademend je borst openen. Je kijkt schuin omhoog. En uitademend je kin weer richting je borst laten zakken. Maak je rug zo rond mogelijk.
En doe het heel ritmisch en regelmatig. Echt vanuit je bekkengebied. Prachtige kanteling. Stel je voor dat je op die kameel zit. Die ook traag, maar heel gestaag. Zo zijn pas door de grote open woestijn zet. En zo zit jij op dit moment ook. In een universum met onbekende mogelijkheden. Je mag de rit van je leven rustig verder gaan. En kijken wat voor veranderingen je op deze rit tegenkomt. Adem diep in en ook langzaam en diep uitademen. Niet gaan versnellen. Blijf onder in je rug zitten met je aandacht. Want ook de nieren zijn in deze tijd van het jaar extra actief. Nieren zorgen ervoor dat je angst kunt inruilen voor vertrouwen. Heb vertrouwen in jouw eigen unieke levenspad. En voel hoe je zo heel lekker steeds dieper, als het ware, wat naar voren kunt gaan. En ook wat dieper, als het ware, naar achteren kunt zakken. Je hoofd gaat ook iets meer meedoen. Inademend je hoofd wat oprichten. Uitademend rustig helemaal kin naar je borstgebied brengen. En laat het helemaal meegaan met je ademhaling. Voel tegelijkertijd dat je je nek, je schouders, je kaken, je wangen, je slapen ontspant. En voel het steeds veranderende contact met je mat. Je rolt over die paar zitbotten heen. En als je nu uitgeademd bent, mag je benen naar voren strekken. En kom inademend weer goed omhoog. Schommel een beetje van links naar rechts. Stil steeds om en om je zitbeen. Zo wat op van de mat. Voel dat je heel comfortabel wordt in je eigen bodem. Onze stabiliteit, onze basis, ons fundament. Dus schommel heel losjes en heel ontspannen. Dan weer kusje met je linker zitbot de aarde. En dan weer met je rechter. En tegelijkertijd voel je ook hoe ontspannen zo die heupen wat meebewegen. Heel goed, oké. Weer zachte landing op je billen. Mag je even vuisten maken. En de knokkels van je vuisten, die zet je tegen je onderrug aan, bij de nieren. Dan gaan we die nieren een beetje oppoetsen, door gewoon heerlijk over je onderrug te gaan, langs weerszijden van je wervelkolom, en blijf doorgaan met het wrijven, net zo lang totdat ze helemaal beginnen te gloeien. Prachtige manier om die nieren zo op wat extra aandacht te geven. Ook als je heel slapjes en heel moe bent, dan is het een lekkere oefening om te doen. Blijf gaan. Laat het lekker gloeien. Laat het wakker worden. Adem eens een paar keer door je mond in en uit. Zucht eens even alles lekker leeg. Ja, laat het gloeien. Oké, en weer helemaal los mag je even je hand terug op je bovenbenen. En voel maar eens in stilte na. Voel eens na
dat gebied wat nu zo is aangeraakt bij je nieren, je onderrug, wat gebeurt daar nu? Ook de adem weer diep daar naartoe brengen. Rustig inademend. Kom omhoog. Armen langs je oren. Strek jezelf helemaal op. Uitademend. Breng je rechterhand of aan de binnenkant van je rechtervoet of de binnenkant van je been. Kijk maar. En inademend. Arm is op schouderhoogte. Draai je je schouder open. Het is een prachtige torsie. Kijk mee met je linkerhand. En als het niet lukt om je voet te pakken, dan mag je hem ook bij je knie doen. Dus kijk maar hoe ver je komt. En adem door. Je voelt die draaiing in je wervelkolom. En dat is ook precies de bedoeling. Kijk of je maximaal uit kunt draaien. Torsies zijn heel belangrijk voor detoxen van je lichaam. Vooral ook je nieren, je darmen, je lever. Alles maken we weer schoon. Een soort voorjaars schoonmaak. Ruim en diep inademen. Voel echt die draaiing vanuit je onderrug. Voel of je nog een stukje verder kunt draaien. Probeer zo laag mogelijk met die romp te blijven, maar wel zoveel mogelijk je armen gestrekt te houden. Armen ook op één lijn te houden. Ga met je aandacht naar de toppen van de vingers toe. Kijk als het ware daar naartoe. Voel de adembeweging in je linkerflank, in je hartgebied. En uitademend, langzaam terug. Mag je helemaal navoelen, voorover. En het maakt niet uit hoe ver je komt. Je laat jezelf smelten. Yoga is niet prestatiegericht. Laat je hoofd maar lekker los. Maar als je te klein stukje kan, is het ook oké. Dus voel heel goed na. Misschien kun je verschil voelen tussen de linkerzijde en de rechterzijde. Welk gebied is geactiveerd, gestimuleerd? Inademend, kom je weer langzaam omhoog. Maak jezelf volledig lang. Zo lang als je kunt, armen langs je oren brengen. Aandacht verplaatsen naar je rechterbeen toe. En uitademend vanuit je onderrug. Buig over je rechterbeen heen. Pak hem nu met je linkerhand de binnenkant van je rechtervoetbeen. En inademend vouw jezelf open naar rechts toe. Kijk mee met je rechterhand. En ook nu weer heel duidelijk weer goed doorademen. Armen blijven gestrekt, blijven op één lijn. Vingertoppen van je rechterhand goed doorstrekken. Alles is energie. Stel je voor dat niet alleen je spieren stretchen, maar ook je energiebanen. Adem ruim en diep in en uit. Je hoofd niet laten hangen. Kijk naar de vingertoppen van je rechterhand. En voel hoe die rug uitgewrongen wordt. Je darmen, je lever. En steeds weer voelen als er weer wat ruimte is of je die kan pakken. Misschien kan je nog een klein stukje uitdraaien. Observeer het maar.
En uitademend ook weer helemaal langzaam terugkomen. Armen aan weerszijden van de benen. En helemaal smelten over die benen heen. Van je nek loslaten. Ontspan. Voel als het ware hoe je rug, als het ware één grote energiebel is die open gaat. Alsof de zon daar naar binnen breekt. En voel hoe de achterkant van je benen zich voeden met de energie van de aarde. Adem het in. Voel jezelf als natuurwezen hier op de mat zitten. En rustig inademen, voel je langzaam weer wervel voor wervel je rug op. Even je hand drukken op je bovenbenen. Ogen gesloten houden, volledig naar binnen gekeerd zijn. En voel dan eens na, wat gebeurt er in dat lichaam? Voel die lentestromen door je heen gaan. Die hernieuwde vitaliteit en die energie en alles wat bruist in je aderen. Iedere cel en in iedere vezel van je lichaam. En het is het tijd om het vuurtje nog een beetje meer op te stoken. Zet je handen maar achter je neer. Je polsen zijn ook weer onder je schouders. Je beide benen zijn gestrekt. En je strekt ze een klein beetje ook door. Tenen van je afstrekken. Op een inademing lift je bekkengebied. Kijk omhoog. Uitademen. Rustig weer zakken. We doen hem op de in- en de uitademing. Prachtige oefening om het extra vuur in onze yoga praktijk te brengen. In. Goed, liften het bekkengebied zover dat je kunt. Kijk omhoog naar de zon. Voel de vuurenergie. Doe je armen aanspannen. Uit. Weer rustig terug. Ja, oké, dan komt je jonger. In. Ja, duw omhoog je bekkengebied. Kijk naar het plafond. Span je spieren aan. Haal vast even. Uit. Weer rustig terug. Je krijgt het er warm van, hè? Adem in. Duw omhoog je buik. Kijk omhoog. Haal nog even vast. Haal even vast. Adem nu door. Adem door in de houding. Voel het samenwerken van de spieren. Voel je mind die heel graag wil opgeven. Doe even niks. Houd vast, houd vast, houd vast. Voel je kracht. Ik ben sterk. En uitademend langzaam weer los. Heel goed. Ah, mag je even je polsen uitschudden. Je armen ook lekker losmaken. Zo. Goed, ga je zitten op je handen en op je knieën. Tafelpositie. Plaats je polsen onder je schouders, spreid nu maar de vingers. En de grote tenen, die raken elkaar net. Adem rustig in, je hoofd is op. Voorkant van het lichaam is gestrekt. Uitademend gaat je rechterknie en je neus naar elkaar toe. Let op dat je armen gestrekt houdt. Inademend je rechterbeen van je afstrekken. Heffen hoofd op. Uitademend linkerknie en neus naar elkaar toe brengen. Inademend je linkerbeen van je afstrekken. Hoofd op. Uitademend katpositie. Maak je rug zo vol mogelijk in je borstgebied.
Inademend, koehouding, hoofd op. Uitademend, je rechterknie, je neus naar elkaar toe. Inademend, je rechterbeen van je afstrekken, hoofd op. Uitademend, je linkerknie en neus naar elkaar toe brengen. Inademend, je linkerbeen van je af, hoofd op. Uitademend, kathouding. Kin in je borstgebied, bilspieren aanspannen. Inademend, koehouding. Strek je armen goed door, lift je borstgebied. Uitademend, je rechterknie en je neus naar elkaar toe. Inademend, strek je rechterbeen van je af, liften. Uitademend, je linkerknie en je neus naar elkaar toe. Inademend, je linkerbeen van je afstrekken, hoofd op. Uitademend, kathouding. Inademend, koehouding. En uitademend, ontspan. Dan gaan we van hieruit naar de luie hondhouding. Dus strek je linkerarm maar zoveel mogelijk naar voren. Je rechter ook, maar hou je billen boven je knieën. Dus niet naar voren gaan met je lijf zozeer. Dus echt je billen boven je knieën houden. En dan met die gestrekte armen naar voren gaan. En kus met je derde oog de mat. Armen strek je naar voren en laat je smelten. Voel hoe je rug zich verlengt. Voel hoe je de verkleving in je bovenarmen los kunt laten. En adem heel ruim en diep in en uit. Voel op iedere inademing dat je naar je onderrug en onderbuik ademt. Ontspan je schouders, ontspan je nek, laat dieper los op iedere uitademing. Voel de plekken via je palmen van je handen, via je knieën die zich verbinden met de aarde-energie. Put daar je kracht, je energie, je groei, je ontwikkeling uit en uit, laat de spanningen los. Laat het plekje tussen je schouderbladen insmelten, alsof je je hart naar de bodem wil laten zakken. Langzaam zet je rechterhand onder je rechterschouder. Linkerhand onder je linkerschouder. Voel even naar een tafelpositie. Voel de prachtige stretch die je hebt gemaakt. Ook in je bovenarmen, je schouders. Zet dan de tenen gekruld neer. Je mag je vingers weer gespreid neerzetten. Adem in, kom in een omgekeerde hondhouding. Duw jezelf wat naar achter, goed op de muis steunen, zeg maar. Dus dat gewicht naar achter duwen. En dan inademend, rustig wat naar voren lopen. Kijk maar hoe ver je wil. En uitademend weer wat stapjes naar achter. Je hoeft niet per se naar een plank te gaan. Dus inademend, rustig loop je wat naar voren. Hoofd laat je lekker hangen en uitademend. Stap je wat naar achteren toe. Dus in
rustig naar voren gaan. En uit, langzaam wat naar achter. Voel de zachtheid, het veranderende gebeuren in je schouders, in je hele lijf. Blijf in die beweging. Blijf in die flexibiliteit en die souplesse van je lichaam. En als je weer helemaal naar voren bent, mag je je voeten onder je heupen plaatsen. Even lekker helemaal uithangen. En ga maar een beetje uitshaken. Ook even je armen, je schouders los, je hoofd. Mag een beetje geluid maken als je wil. Alles even een beetje losshaken. Schud jezelf uit. Ook je polsen, je armen, je schouders, je hoofd. Vooral weer alles losschudden. En dan inademen met een hele grote zoom. Kom je omhoog en je neemt de zon mee naar je hart toe. Oké, voel de omkering als het ware van de energieën. En registreer alle innerlijke impulsen. Dat wat er verandert in jou. Net als het leven is het lichaam ook steeds in beweging en in verandering. Realiseer je dat verandering jouw ware natuur is. Dus kijk maar innerlijk, met je innerlijk oog, wat er nu in jou verandert en wat er nu in jou wordt aangeraakt. Breng de aandacht weer helemaal van binnenuit naar je voeten toe. Voel dat je voetzolen nog wat meer ontspannen hebt. Je knieën zijn zacht ook. En dan gaan we ook de terugkeer van het licht wat vieren. Nu met een Egyptische zonnegroet. Voeten onder je heupen, ja. Adem in. Rijk met je handen naar de hemel toe. Ze zijn iets uit elkaar. Uitademen, het zak door je knieën heen omlaag. Neem je hoofd helemaal mee. Inademen, kom met een hele grote zon omhoog. Palmen tegen elkaar aan. En uit, handen rustig weer voor je hart brengen. Heel goed. Adem in. Armen gaan omhoog. Ruimte tussen de handen. Goed, de zon. Uitademend. Buig weer rustig de knieën. Inademend met een hele grote zon. Kom je rustig omhoog. En nu ga je uitademend zuiver zijwaarts een kant op buigen. Inademend. Kom weer recht omhoog. Uitademend, zuiver zijwaarts de andere kant op buigen. Inademend, kom weer rustig omhoog. Nu uitademend met gestrekte benen. Buig helemaal voor, over, hoofd is omlaag. Inademend, je armen via de voorkant omhoog brengen op schouderhoogte. Uitademend, draai één kant uit en kijk naar je achterste hand. In, weer naar voren, uit, draai de andere kant uit. In, weer naar voren en nu loslaat op een uitademing met ha. Inademend, kom omhoog, strek je helemaal op, goed, de zon. En uitademend, handen voor je hart. We doen hem nog een keer. Adem in, groet de zon. Ruimte tussen de handen. Uitademend, buig je knieën nu. En helemaal door omlaag, hoofd gaat mee. Inademend, kom zijwaarts met een grote zon omhoog. Uitademend, buig een kant op. Inademend, kom rustig weer omhoog. Uitademend, buig een andere kant op.
Inademend weer om. Hoog, uitademend nu met gestrekte benen. Buig voorover, hoofd is omlaag. Inademend, armen gestrekt naar voren. Uitademend, draai een kant op, kijk naar je achterste hand. Inademend naar voren. Uitademend, draai een andere kant op. In, naar voren en uit. Ha, loslaten, heel goed. In, kom weer omhoog, goed, de zon. En uitademend, neem de zon mee naar je hartgebied. Registreer. Dan mag je je tenen ietsjes naar buiten doen. We gaan zo naar een hurkzit toe. Kijk maar hoe ver je kunt komen in de hurk. Adem diep in. Uitademend, zak je naar beneden toe. Ja. Kijk maar even hoe je prettig zit. Je kunt een beetje draaien. Voel maar hoe je jezelf eigenlijk wat makkelijker in die hurkzit kunt nestelen. Voor sommigen is het misschien heel ingewikkeld. Dan ga je staandend je benen een klein stukje uit elkaar doen. En iets zakken met je bekkengebied. Oké, kijk maar of je in je bodem kunt zakken. Misschien op je tenen, misschien wat hoger, het maakt niet uit. Laat je Muladhara chakra onderaan die wervelkolom als het ware richting die aarde gaan. Heel goed. Zet even je elleboog tegen de binnenkant van je knieën. En op een inademing duw je knieën wat uit elkaar. Handpalmen zijn er boven toe. En je kijkt ook schuin omhoog en je voelt deze hele houding. Voel dat opengaan in je bekkengebied. En voel dat je je openstelt voor alle nieuwe veranderingen die er zijn. En uitademend, ontspan weer je hoofd laten zakken, je armen ook. Inademend, ga je armen omhoog en je vouwt jezelf open als een vaas. Ik stel me open voor al het goede. Alle nieuwe veranderingen. En ik laat me leiden hierbij door mijn eigen innerlijke kompas. En uitademend weer helemaal ontspannen. Dan mag je gaan zitten op je billen. Gaan we goed op je billen zitten? Ja, kom maar dichterbij. Oké. Gaan we nog wat aandacht aan die longen geven. We gaan die longen nog wat verder reinigen. Mag je je vingertoppen op je schouders leggen. Door de neus in- en uitademen. Dynamische ademhaling. Draaien om de as van je lichaam. Kijk steeds mee met de elleboog. En de draaiing die je maakt. Het is door je neus in en uit ademen. In naar rechts, uit naar links. Of andersom mag ook. Ga door, ook als je mind aangeeft dat het niet meer wil. Het is je mind die blokkeert, maar hoe belangrijk is het om je longen te reinigen? Thank you.
En uit, even stilhouden, leg je polsen op je knieën. Misschien voel je een beetje high worden. Misschien voel je nog een beetje dat gedraai in je. Laat alles weer tot rust komen. Voel de palmen van je handen en ook de stromen van de energie die een weg naar die vingertoppen vinden. Laat even alles zijn in stilte. Adem rustig weer een keer heel diep in. En zucht je weer uit. En dan mag je gaan zitten op je billen. En dan gaan we dus even lekker over die wervelkolom rollen. Dus pak de achterkant van je benen mee. Vind je dat lastig, mag je ook gewoon in je rug gaan zitten. Lekker je knieën opgetrokken houden en wat buigen of draaien bedoel ik. Dus kijk maar even, voel even een draaien. Het mooiste is als je echt over je rug heen gaat, van onder naar boven. Want daarmee kan je al die werveltjes die ook weer in verbinding staan met de organen, stimuleren. En ik wil je vragen om het echt zoveel mogelijk vanuit ontspanning te doen. Er valt niks te bereiken, gewoon lekker relaxed. Oké, en dan laat je lekker op je rug liggen. Knieën opgetrokken houden boven je buik. We gaan nog even een kaarshouding doen. Voor degene die bekken op de grond willen houden, leg je handen plat op de mat, palmen tegen de bodem aan. Inademend, strek je benen. Ook nu zijn dus je voeten, een beetje zwaaien met de voeten, je voeten het hoogste punt, daar gaat het om. Voor de andere armen langs je lichaam, buig je ellebogen. Inademen met een zwaai omhoog komen. Je kunt eerst beginnen met een omgekeerde houding. Een omgekeerde houding is iets heel anders dan een ploeghouding, want dan laat je benen naar achter zakken, wat vaak makkelijker is. Probeer nu je tenen boven je voorhoofd te houden en je hoofd niet te draaien. Dit is ook wel een prachtige houding. Het zorgt ervoor dat je vitaliteit ook toeneemt. Als je bijvoorbeeld heel verkouden of griepje hebt gehad, vooral griepje, is dit een hele goede oefening om te doen. Als je merkt dat deze houding heel makkelijk is, wat je dan gaat doen, is rustig je handen wat meer naar je bovenrug krijgen en kijken of je rug wat kunt strekken. Ik ga er een beetje beroerd van praten en ik mag mijn hoofd ook niet meer draaien. Dus maak je rug zo recht mogelijk, hou je enkels ontspannen. En laat als het ware het bloed allemaal naar je hoofd zakken. Voel je kin naar de borstspiet geduwd wordt en forceer niets. Oké, langzaam weer terugkomen. Spanning van je nek afhalen. Neus en knieën bij elkaar brengen. Heel langzaam supporten. Rol je rug weer af.
En als laatste, je hoofd op de mat leggen. Zet je voeten achter je zitvlak. Armen langs je lichaam. En voel maar even na. Misschien voel je het helemaal aan het gloeien. Zo bij je nek, bij je schouders. Observeer. Zet dan je voeten nog stevig achter je zitvlak neer. Armen langs je lichaam. Mag je de palmen tegen de mat plaatsen. Inademen. Duw je bekkengebied omhoog. En breng zoveel mogelijk je schouderbladen naar elkaar toe. Maak een mooi bruggetje. En adem naar de voorkant van je lichaam. Voel jezelf als een brug. En hoe belangrijk is het in het leven om bruggen te slaan? Adem diep in naar je buik toe. Heel goed. Je mag ook wat op je tenen nog komen als je dat prettig vindt. Je mag ook je handen onder je bekkengebied zetten, dat je lekker zo je bekken in je handen laat zakken. Ook dat kan, voelen, maar wat mogelijk is. Goed voor je nieren ook weer. En heel rustig kom je langzaam, maar echt wervel voor wervel weer terug. Rol iedere ruggenwervel langzaam af. En vooral je onderrug, duw het stevig tegen de bodem aan. Armen langs je lichaam. Hou je voeten nog even achter je billen. Trek je knieën misschien nog even op als je voelt dat je misschien wat spanning hebt. Uitademend, knieën naar je lichaam toetrekken. Armen blijven ontspannen in. Voeten weer naar de mat, dus uit. Knieën naar je romp. In, raak met de zolen de mat aan. Uit, rustig knieën naar je toe trekken. In, zolen op de mat. Uit, knieën naar je toe trekken. In, zolen op de mat. Uit, knieën naar je optrekken. En rustig laat je voeten weer terugkomen op de mat en laat je benen helemaal wijd uit elkaar vallen. Tenen naar buiten, armen langs je lichaam. Palmen naar boven toe gekeerd. Draai rustig even je hoofd heel ontspannen van links naar rechts toe. En je masseert als het ware je nek en je achterhoofd. Je rolt van het ene oor naar het andere oor. En
dan laat je hoofd weer terugkomen in het midden. Hou je ogen gesloten. En laat jezelf helemaal wegzinken in de verbinding die je maakt met deze prachtige moeder aarde. Die zich zo aan het ontwikkelen is, aan het groeien, aan het bloeien. En laat alle spanning op iedere uitademing los. Laat je hele huid zich ontspannen. Laat alle spieren zich ontspannen op de volgende uitademing. Laat je botten zich ontspannen op de volgende uitademing. En laat het gewicht van je botten zwaarder en zwaarder hier op de aarde rusten. Voel hoe zwaar je hier ligt. Gedragen door moeder aarde. Volg je ademhaling. En steeds weer als je afgeleid wordt en je gedachten je verleiden om weer mee te reizen naar de toekomst of naar het verleden. Keer terug naar de kracht van het nu. 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 Om Mani Pat Me Hum. Eer het juweel in het hart van de lotusbloem. Eer jouw ware identiteit, verborgen in je hart. En dan mag je langzaam een keer weer de ademhaling wat groter maken. Voel dat je kunt ademen, niet alleen met je longen, maar ook met je huid, met je cellen. En voel dan langzaam dat je ook je bewegingen weer af kunt stemmen op de ademhaling. Je kunt je eens even lekker helemaal uitstrekken. Of even lekker zo met je handen over je wangen gaan. Langs je huid, voel maar wat je nodig hebt om jezelf weer te activeren. Neem je tijd om rustig weer rechtop te komen zitten. Sluit dan altijd even af met je handen ook weer voor je hart in de namaste-houding. Maak een buiging voor jezelf. Namaste. Het licht in mij. Groet het licht in jou. Dan dank ik je voor deze hele fijne yoga-sessie. Ons online clubje voelt ook echt als een clubje. Dus echt heel fijn. En
Nou, ik moet er nog een Zoomles even maken natuurlijk. Jullie horen van mij de datum voor volgende week. En heb een hele mooie dag. Vierde lente. Allerliefst.